Ik zal het laten zien. Precies. Giel heeft dus duidelijk... Ja, laat me zien. Hey man, Giel hier. Leuk dat je kijkt de Road to Sixpack op dit moment. Pak even de countdown erbij. Nog 36 dagen. En dan moet hij er zitten. Ik heb nu een afspraak met de man die verantwoordelijk is voor al dit kwaad. Nou ja, dat weet hij zelf niet, maar hij heeft me geïnspireerd. Echt waar, met zijn award-winning video. Bedankt voor het leden van dit pak aan mijn buurman. Ik ben letterlijk uit het pak gegooid. Ik wil even mee vertrekken. Man van de Cinemates. Oké, hoe is dit? Verkeerd verbonden. What the fuck? Nou ja, misschien is dat heel oud. Maar Petrus, oftewel Peter de Harder. Ik heb hier met hem afgesproken bij de Changing Life Hub. Maar als je er binnen gaat, dan schijnt het gewoon een sportschool te zijn. Bam. En daar is hij. Daar ben ik. De man die, dat heeft hij zelf echt geen idee van, eigenlijk mede verantwoordelijk is voor mijn uitdaging. Omdat ik ja, jouw award-winning docu zat te kijken. En ik weet dat je eigenlijk de boodschap, en de goede boodschap erin had van dit is crazy. Dit is niet normaal. Denk even een week over na voordat je zoiets doet. Doe het niet. Maar ergens zat er ook in, tenminste dat haalde ik eruit, van... Dus wel. Ja, ik wil eigenlijk gewoon mensen laten zien hoe het kan zijn, dat het best heftig is. Ja. Dus denk er even twee keer over na. Maar ik kreeg ook een vlaag van mensen die opeens dachten, ik ben nu dubbel gemotiveerd om gewoon te gaan doen. Want het is dus mogelijk. Het is, ja, precies. Jij dat ook? Ja, absoluut. Maar ik heb nog niet het moment dat jij in een bad zat, dat ik bijna dacht van, doe even niet zo moeilijk. Het voelt net alsof ik een soort van baas heb geleefd, een soort van autopilot. Weet je wel, gewoon trainen, voeding, water. Maar ik zie niet eens meer wat de fuck ik aan het doen ben. Ik weet niet eens wat de fuck het lichaam is. Ik heb geen idee. Ja. Dat moet nog komen. Ja, ik denk dat is het moment echt dat je dus, dat ik stop met koolhydraten nemen. Ja. Dus je hebt zeg maar niets meer om je genotten te dingen. 40 shakes per dag, twee keer per dag sporten. En op een gegeven moment ook geen water meer. Dus dan ben je letterlijk gewoon, alles zeg maar functioneert gewoon niet juist meer. Oh, dat is echt dus droog worden is letterlijk droog worden in dat ja, opzicht. Precies. Oh, ja, we zijn er nog niet. Je vet in je water weg. Want ook mijn mensen hier aan de foto's, die mijn gezicht helemaal ingevallen, dat is natuurlijk geen vet. Dat is gewoon net vocht. Ja. Ik heb lekker vocht in mijn koffie. Daar is gewoon. Ja, maar jij hebt dan inderdaad echt focus onderbroekmodel, wat echt nog strakker dan strak is. Maar staat dat gelijk aan een sixpack? Zeg je eigenlijk ook een sixpack is al niet gezond? Want dat begin ik zo langzamerhand een beetje te geloven zelf. Nou, een sixpack zoals we willen geloven, zoals het plaatje, echt een strakke sixpack. Ja. In mijn optiek is dat niet, want dat betekent echt dat het zo... Want dat betekent dat hij eigenlijk altijd zichtbaar is. Ja. Dus mag er geen vet en water eigenlijk te zien zijn. En je moet je dan moet je zelfs je buik niet aanspannen en moet hij te zien zijn. Nee, precies. En je weet ook, waarschijnlijk jij ook pas als je hem echt aanspant. Nou, daar komen we later op. Okay, oh. Ik heb dus één probleem. En dat is nog wel eventjes een ding. Ik heb het niet onder controle. Ik weet nog niet hoe ik mijn buikspieren moet aanspannen. We gaan straks even oefeningen in de kleedkamer. Ja, heel graag. Ja, ik schaam me nergens nu voor, dus graag. Ik ga een beetje meetrainen. Ik ben benieuwd. Waar gaan we mee beginnen? We gaan eerst gewoon push-ups doen. Push-ups zijn echt zo'n, voor mij een beetje underrated. Het is fucking top. Goed voor je borst, triceps, als ik het anders gewoon aan. Opdrukken. 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 Ja, ik zei eens tegen Giel, oké, als je dus je buikspieren erbij wilt pakken zonder extra buikspieroefeningen te doen, zo het mij vertelt, bij elke oefening dat je buikspieren dus goed aanspannen. Wat je daarvoor zorgt is dat je postuur dus goed recht blijft, waardoor ook het, de focus beter op zeg maar, de spiergroepen gaan liggen die je dus moet gebruiken. Dus nu je buik aanspant ook, wat Giel nog niet helemaal goed kan, dan zorgt ervoor dat ook de focus goed op zijn schouder ligt. Op schouder en op je biceps. Maar ja, wat ik net geleerd heb van Giel, is dat Giel eigenlijk al, gezien bij Giel, heeft al een goede sixpack. Alleen hij moet nog leren zijn lichaam te besturen. Ja, dat vind ik vrij essentieel. Vrij essentieel. Je hebt een hele mooie auto nu gebouwd, alleen je moet je rijbewijs nog halen. Ja, dat is in mijn geval gevoelig om. Oh ja. Kijk. Het ding is, ik heb hier... Een soort. Is het goed uit, jongens? Een soort. Ja. Ik weet niet. Gewoon een naam? Ja, ik weet het niet. Hoe dit uitziet. Ja, maar dit is de kennis. Als je gewoon een beetje met buik naar voren. Nou, interesting. Ik hoor net
dat ik misschien gewoon akkoord moet gaan met het feit dat het weer recht is. Ja, ik heb ook gewoon, bij mij noemen ze het Windows logo. En dat is ook met, mijn sixpack, maar als een soort van, je kan het ook letterlijk zien. Kijk, een soort van, zie je het, een soort van net, het is niet een sixpack ook, het is een fourpack, het is op een scheef staan. Maar wil je nog één keer dat buik dansen? Dat kan ik het wel, maar dan heb je echt. Oh shit. Het is weer heel stil. Gewoon heel wat buiten. En dit heb je altijd al gekund? Dat heb ik wel gekund, ja. Dus dat is ook een ding. Dat kon je gewoon. Ja. De butterfly wordt hier eventjes gedaan. Heb jij ergens last van gehad in die tijd? Ja, ik heb mijn schouder laten kloppen. Oh wel? Ja. Echt? Ja, dat komt. Ik heb dus een slechtere mobilisatie met mijn rechter schouder. Ja, oh ja, dat bedoel ik. En wat ik dan moest doen, moest ik met een kettlebell, dat was echt helemaal kut. Toen ik op de grond liggen. Ja. En ze lag op de grond, dan ging het op. Ja. Okay. Ik kan wel enigszins een grijze buikspieren trainen en iets groter maken, maar ze zijn ja, grotendeels een beetje bepaald. Ik zal het laten zien. Precies. Kijk. Giel heeft dus duidelijk. Ja, laat me zien. Kijk, ik heb hier voor mijn gevoel van gekke. Ja. Wat is een titel, hè? Dat is een titel van. Als ik de onderkant uitzet, dat is misschien wel. Ja, maar dat kan je. Als je dan dat eraf vasthoudt, dan is het een beetje naar binnen. Ja, maar nu zijn het wel te veel. Nee? Ik ben nu een beetje zwanger. Oké, we hebben het nu. Kijk, Giel heeft al een sixpack waar menig mens jaloers op is. En nu zijn we even aan het kijken van welke spiergroepen precies geactiveerd worden. Als ze dus de oefeningen doen die bedoeld zijn voor buikspieren. Hoor helemaal goed, echt de focus hierop. Dit is goed, kijk, dit is goed. Wat voel je? Ja, het voelt wel hier, dat ik denk al. Ik voel wel dit. Het is wel intens, toch? Ja, het is fucking intens. Goed. Oké, dat ga ik thuis doen. Oké. Dan ga ik het dan gewoon thuis doen. Zeker kun je dat thuis doen. In essentie, jouw hele zoektocht is nu gewoon specifiek even die buikspieren doen. En je zit echt fucking goed in elkaar, je hebt fucking goed gewerkt. Je moet alleen nog even dat in voor elkaar krijgen. Nee, ja, ik ben blij dat je gelijk tot de kern komt. Maar er zit natuurlijk sowieso, en zo ben ik er ook mee begonnen, wel een stap voor. Met dat het gewoon wel heel gezond is om te sporten. Überhaupt, ja, gewoon bewegen. Gewoon ik ben alleen een nerd dat ik dan denk, doen we het nog ergens voor, dus geef me een goal. Ja, dat snap ik. Maar ik heb wel gemerkt, en dat weet ik ook zeker, na deze datum, is niet dat ik denk, oké, we stoppen ermee, we gaan niet meer sporten. Nee, want ik heb gewoon wel gemerkt in mijn brain en zo. Het is gewoon lekker. Het start je systeem gewoon op en dan laat je gewoon even bewuster nadenken over keuzes die je maakt op een dag. En ik bedoel, en dan mag je zomaar je creativiteit of je stem wel je passie zijn. Als je geen machine hebt om dat te kunnen onderhouden, dan houdt het ook op. Exact. Wat ik nog interessant vind, we hadden het er net eventjes over blowen. Ik zei van, ik doe dit even niet meer, wat sowieso goed is voor mezelf. Omdat het gewoon grenzen vervaagt. Ja. Maar jij zegt dat je dat juist in bulkfases als een soort tool gebruikt daar. Ja, dus voor mij is zo, ik ben best wel pro-wiet. Want kijk, zelf, als je kijkt naar het roken, het tabak en het papier is gewoon slecht voor je natuurlijk. Dat voor, tabak is ook een van de ergste dingen. Als je kijkt naar stoffen, puur, zeg maar, THC. Dat is van die vaporizer shit. Ja, maar wat het dus doet, wiet is dus stressverlagend. Ja. Voor je lichaam, is mij verteld, het werkt voor mij in ieder geval. Ook echt zo. En waardoor je dus je lichaam meer ontspant. Want je krijgt toch nog stress van je oefeningen, omdat je daadwerkelijk stress toepast. Maar dan genees je, zeg maar, je geneest sneller, je herstelt sneller. En je verwijt je bloedvaten, waardoor er meer zuurstof binnenkomt. Maar dus, na afloop, of eigenlijk? Daarna. En voorbij de bulken ook. Ik moest 4.500 calorieën. Dus dat was echt. Je hebt nog een kilo zoete aardappel. Zoals je is, half kilo walnoot. Dat is allemaal shit. Ja. Maar je echt geen zin in hebt. En het helpt ook wel om lust, omdat het lustopwekkend is. Maar voor mij werkte het dus omdat ik gewoon geen enkele verplichting had. En was dat soort van goed. En je ontspant me even iets meer daarna. En hoe doe je dat nu dan? Hoe is dat nu in je leven, als ik vraag, man? Normaal. Gewoon normaal, ja. In principe. Toen de tijd kreeg ik veel meer omdat ik echt in die periode zat. Maar nu in principe. Maar dat is niet in die laatste maand dan dus, want tijdens kutfase lijkt me net niet dat je jezelf... Nee, maar daar deed ik het gewoon voor, maar ik denk dat ik het gewoon om ze gewoon gezond te blijven. Ja. Om ze gewoon sane te blijven. Dus ik heb wel echt wel veel gedaan. Ik heb daar deed je het wel? Maar dan vond je het dan niet moeilijk om niks te eten, terwijl je mind zei... Nee, geen, dan ben je gewoon zo geprogrammeerd als lopen, dat je gewoon zegt van oké, je eet gewoon niets buiten je boekje. Nee. Dus,
dan kreeg ik geen associatie meer erbij. Dan zit je gewoon te eten. Dan krijg je geen vreedkick. Maar dan heb je iets van, als ik veel moet eten, moet ik voor eten. Zo niet, dan niet. Maar het gaf jou nou gewoon ook de ontspanning in je hoofd. Eigenlijk een, ja, een beetje verdoving. Ja. Ja, we moeten samen gaan blowen. Ja, precies. Veel geleerd, Peter. Echt, ja. Gelukkig. Nee, ja, ik zit het wel nog een beetje in mijn hoofd en ik weet wat ik thuis kan gaan doen. Ga jij er ooit nog een video over maken of was het een soort eenmalig iets? Ik heb in half januari nog één video die erover gaat. Het gaat over een jaar na mijn documentaire. Ja? Een beetje de mindset, de reacties, ook het schema wat ga ik uitbrengen, wat ik ook daar heb gedaan. En dat is eigenlijk denk ik mijn afsluiten van echt het sportleven. En schema's als in sport of ook voeding? Beide, ja. Ja. Oké, okay, maar daar ben ik gewoon zelf benieuwd naar. En hoe zie je sowieso 2019 op videogebied? Ja. Wat ga je doen? Er komen dus nieuwe documentaires aan. Ja? Niet over, wel over nou, mentaal het gedeelte. Ik heb voor de sterkste drugs ter wereld genomen om dus mijn brein te herprogrammeren. Dat is half januari komt het uit. Dat een soort DMT-achtig shit. Dus dat was het gedaan. Heb je groene mannetjes gezien? Ik heb geen groene mannetjes gezien. Ah. Ik heb wel veel andere dingen gezien. Oké. Okay. En ik ben nu heel druk bezig met een bioscoopfilm. Dus ik hoop daar beginnen er maar uitsluitsel over te krijgen. En dat is een beetje ook mijn droom. Van jou zelf? Ja, precies. Van zelf geregisseerd en geschreven. En zoals ik edit ga ik dat doen. Dus ja. Vet. Onwijs bedankt. Nog 36 dagen. Je hebt al gezegd, maar dat doet me deugd. En misschien is het gewoon alleen om mij de spirit te geven. Nee. Maar ik geloof je. Jij zegt het gaat lukken. Dude, sowieso. Als je ziet hoe... Ik had foto's gezien, maar nu zag je het echt. Dat ik ook. Gast. Fuck. Ja. Ja, misschien had ik toch eerst, moet ik eerlijk zeggen, toch eerst moeten bulken nog, maar ik durfde het niet aan. Nee, joh, niet nodig. Nee? Nu blijf je lekker flexibel, je blijft van atletisch. Je vindt het niet te skinny? Nee, helemaal niet. Okay. Ik vind atletisch mooier. Atletisch en geaccentueerd, dan ziet er gewoon prachtig uit en je bent nog mobiel, wat belangrijker is ook in het leven. Ja. Onwijs bedankt voor je inspiratie en succes, ik ben benieuwd. Thanks. Zo, man, ik zet Peter net af en ik ben nog helemaal aan het trillen zou ik willen zeggen. Niet zozeer van de fysieke inspanning, maar wel geestelijk zeer veel inspiratie heeft hij gegeven. Echt leuk, ik hoop dat jij het ook een leuke video vond. Duimpjes omhoog daarvoor natuurlijk. En laat achter in de reacties wie jij vindt dat ik zeker nog moet bezoeken. Omdat hij of zij iets te zeggen heeft over trainen, voeding, mentale shit. Nou ja, alles wat belangrijk is voor de Road to Sixpack. Nog 36 dagen. En ik weet nu al dat er echt wel weer eerder een video gaat komen. Een losse video. Omdat het dan gewoon toch te leuk is. Ik hoop dat jij dat ook leuk vindt. Ik heb bij mezelf in ieder geval het belletje aangeklikt. Dat ik ook weet van, oh, er is weer een nieuwe video. Doe dat. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende. Bye bye.